Okay. Here we go. Volgende ronde. Een nieuwe kans, een nieuwe prijs. Daar zijn we weer.
Hey. Alles lekker, jongen? Heel wel. Net thuis. Oh, dat is een beetje spijt. Wat is... Nee. Alle buren geweest. Ja. Toen wat doen, heb je niet veel schade, maar je hebt wel de doorbraak geforceerd. En ik heb overleefd, dus nou ja. Ja, dat hoort er ook bij. Ja, toch? Goed gedaan, gewoon. Even, ja. 2-3 tankjes onder druk zetten, dan kan de rest door.
nieuw potje. Ja, af en toe moet je een beetje opofferen. Maar oké, maakt er niet uit. Ik overleefde het wel. En gelukkig hielpen ze. Dus kunnen we ook wel even melden. Melden ze iemand, maar hij is stil. Oh? Wat is dat nou? Ja, je zus. Ach, dat is die rotom. Ik denk nou, uiteindelijk ergens in zo'n woestijn blijft staan met z'n tank, maar... weg toch terug, ook weg van. Ja, dat is een wel mooie positie. Ja, nou. Oh, dat is niet. Merk je dat ze met de drivers bezig zijn? Ik heb geen idee wat ze bezig zijn. Ja, dat ze die driverpakketten eruit pakken. Die zijn ze aan het updaten. Ja. En dan werken er gewoon een deel. Oh, ik weet niet. Ik denk dat mensen gewoon een hele slechte verbinding hebben doordat die onderkant gaat worden opgepakt. Dat is toch wel. Omdat er veel aan het voortdoen worden zijn. Ja, precies. Ze zijn aan het voorlopen en daardoor werken gewoon delen niet. Oh, wat er nog en ze pakken delen eruit, zeg maar. Dat hebben mensen gewoon heel slechte dingen. Straks heel reëel wordt en dan moet je echt gewoon super gerichte schoten doen. Halve schoten tellen niet. Nee. Dat ik ook nog maar net bij het tweede potje bezig ben. Ik ben nog maar net thuis. Maar daar kan ik niks aan doen. Oh, wacht even, de Stanley heeft op de luidspreker staan. Krijg je weer terug. Nou, het galopt er nog op. Mooi, hè? Nee. Mooi. Nee. Nou, zo mooi, maar niet galop. Niet mooi, maar... mooi, maar niet galop. Moet ik een tank rijden? Moet ik dan wel een potje zien? Ja. No.
zet het wel even op de headset. Dan zit ik te lullen en dan horen jullie me niet. Zit ik te mopperen en dan horen jullie me niet mopperen. Hè? Ja. Is toch ook niks, jongens? Hè? Hallo? Ik ben meer met mijn device te vechten dan met de pitch. Oh. Ja, komt dat is duidelijk, hè? Komt daar. Hoe dat komt, omdat mensen je aan de kant houden en dat soort dingen. Ja, irritant. Maar ja, zij zo, hè? Potsen is gekker, er zijn tegenwoordig ja, die... Ja, klemwoorden, hè? Klemwoorden is geweest net, jongen. Ze zijn helemaal los aan ze. Je moet gewoon één vakje uitdraaien en snijpen. Ze rijden zelf naar je toe. Helemaal los aan ze. Ze hebben weer klemwoorden gedaan, hè, die baby's. Ik had net een potje, jongen, en de enemy en mijn team... Ah, braaah, jongen. Ja, zo in elkaar en... Brrr, potje voorbij. Man. Het zo met de bajonetten op de lopen. Hoppakee, jongen. Let's resort. Geen minuutje meer, jongens. Nou, dan met de zwaarden op het loop binnen en we rijden tegen elkaar aan. Ja, charge. Pak de bajonetten, jongens. Emma op, hup, bajonetten. Maar ja. Maar onderhand gaan mijn markeringen weer aan zijn speer naar beneden met al die potjes. Wauw. Ik was met de IS-7 bij de 70%. Nu 57%. Sorry. Ja. Dus ik ken nagenoeg hoeveel slechte potjes dat geweest zijn. Nou, Maar ik ben gewoon weer op YouTube. Dus alles staat op YouTube, ja. Kijk, als je nou gewoon wil spelen, doe je even mee met een peloton. Gewoon wil spelen. Ik ben er gewoon aan het spelen. Maar je bedoelt, jullie willen even een peloton doen? Ja. Dat is goed, maar ik zit nog even in een potje. Oh, dat geeft niet. Wat? Ik heb je allebei uitgenodigd, dus... Oh, fantastisch. Oké. Okay. Ik was ook net begonnen, maar ik zal wel even stormen. Je speelt toch zonder premium. Kijk hoe lang ik het uithaal met mijn 40 miljoen. Wat krijgt geen premium. Al die rotpotjes. Nou, ik had de potjes bij vandaag. Moet je echt koud spieken, want dan raak je gewoon helemaal niks. Nee. Nee, alles bounce, mis, weet ik veel wat. En met goud allemaal raken, hè? Oh ja. Ja. Oh nee, ik speelde met goud en alles mis. Dus heb ik er maar snel weer uitgehaald. Jazzy.
En nou wordt weer alles net voor mijn neus weggenomen. En achter me zijn ze allemaal weer te kort. Hoppa. Maar ik ben goed. Ach jongens, ze zijn allemaal eieren. Allemaal weer naar de andere kant. Lekker pakken. Earth today. Zo, stroomwagen kapot geschoten, dat is ook altijd leuk. Ja. Het vandaag met de Addy in één potje 2 E25's. Oh, dat is ook mooi. Dat zijn van die vervelende dingen. Bijna dubbele punten voor hebben als die kapot zit. Wat rotzakken zijn het. Maar ook die AMX Even. En nog makkelijk zo erg. Nou, rijdt hij weg, die nicht. Oké, bel het dan. Zo, vind ik ook opzouten. Ik moest nog even een kill maken hoor, sorry. Maar hij wilde niet, hij reed weg. Wat dan niet. Oh, ik heb geen pillenuitnodiging ontvangen. Nou, ik ben eruit, dat potje. Nee, ik heb ook niks ontvangen, Willy. Oh. Nu wel. Tier 6. Sorry, daar was. Men stond er nog in, maar. Ik wil wel een andere spelen. Nou, graag. Maar doe maar 8 of zo of 9. Ik heb geen uitnodiging ontvangen, jongens. Komt dat voor ons? Misschien door die mod. Nu dan. Wij zitten op 2. Nee, 2. Misschien als ik omswitch. Maar ik kan ook door een mod komen die ik erin heb zitten. Want ik kan ook niet chatten. In-game chat die werkt ook niet. Nee, dat had ik van de week ook. En Gerrit kan zijn medespelers weer niet zien. In de BFV niet. En in de vriendenlijst waren sommige mensen niet online, zoals ik. Je bent nou in ieder geval in één keer weg uit. Eén. Ja, we gaan het omswitchen. Oké. Okay. Ja. Synchroniseren persoonlijke bestanden. Deze is nog een oké. Okay. Ja, kijk, en nou zie ik je uitnodiging. Akkoord. Dus op 1 werkt het niet. Even kijken, jullie gingen 8 of zo. 9, ja, heb ik niet 9, man. Commandant moet je toch van alles hebben zodat je iedereen kan meespelen, wat is dat nou? Ja. Dat heb ik niet. 9 heb ik niet. Nou goed, gaan we naar 8. Zo is het. Acht heb ik alleen premium en ik heb nog een paar tier 10 overgehaald. Ik heb er een heleboel verkocht voor 40.000. Ik heb er nog maar een paar tier 10 gehouden en ik heb ook geen premium meer gekocht allemaal nu. Ik kan even de boom in, even kijken wat die update doet.
En dan speel ik het zo wel uit. In principe heb ik die tanken ontwikkeld, dus als ik wil kan ik ze terugkopen. Maar ik wil proberen deze tanken die ik nu heb te pushen. Alleen op die tanken switch. En als ik te veel switch, dan is het helemaal niet te doen om te komen met een tank. Als ik 23 13's moet bijhouden, dat lukt gewoon niet. Nee, veel te veel. Ja, dat is gewoon te versplinterd, weet je. Dus ik heb nu een beetje uitgekozen wat allemaal kan snipen en battelen. Ook omdat je altijd met die TD's op mappen gegooid worden die te klein zijn. Hoeveel heb je er nou nog aan? Weet ik niet. Een stuk of 10 of zo, 12. 12 tanks? Ja, 12. Oh, meer niet? Nee, IS 4, IS 7, 260. Super Conqueror 215B, de 183 heb ik gehouden, E50M en die andere Duitse panzerkopwagen 7. Ik heb de Esther bij 1, 121. Dat zijn er wel meer dan 12. Ja. Ja, daarom. Nou ja, ik heb er nog wel wat. Oh, daar is weer Artie. Ja, omdat zo direct die spotter daar op die hoek, bij die punten, bij de rode lijn naar boven komt. Daarom ben ik dan weggegaan. Weg. We zitten alleen met z'n drieën hier aan deze kant, hè? En een Arti. De rest is alles aan de andere kant. Ik denk dat dat veld helemaal niks hebt, jongen. Ik ga wel kijken. Oh, dat weet ik nog. Wacht maar af. Wacht jij maar even. Ik ga wel kijken. Nou, het moet wel hartstikke samen, hoor. Nee, ik denk het niet. Als ik zie wat er aan de andere kant op die richel staat, dan zal wel wat staan. Ik ga kijken. Oké, Willy. Nee, ik wacht wel op. Koffering. Lowe, koffering vanaf de stad. Ja, als jij wat spot dan. Ik rijd er nu in. Een T30, buitenkant stad, maar daar kan je niks mee. Ik wel. Mis. Groen vizier, toch mis? Weer mis. Groen vizier, mis. Weer mis, denk ik. Hij is nog in camo gegaan ook, hij staat in mijn binnenste cirkel. Zijkant koepel, mis. Schot nummer 6. In zijn nek. Koepeltje kan ik ook niet pakken. Ja. Ja, die kant had je moeten geven. Ja. Goed zo, nog een keer. Hoppa. Ja, nog een keer. Goed zo. Oh. Struffer. Er is een struffer aangeschoven, buitenkant stad. Willy, kan jij daar wat mee? Nee, die kan ik niet raken. Die staat net achter een bultje daar. Oké. Ik had hem net wel mee, raakte mij ook. Oké, dus gaan proberen te pakken. Of hij pakt mij.
Hij is weg. Willy, oh ja, Willy is al aangeschoven. Ik wou zeggen, Willy, je kan aanschaven, maar was er al. Hoe kunnen ze mij nog steeds raken terwijl ik achter een huis sta? Dat is zo knap, hè? In dit spel. Zit er geen gat in het huis? Nee, wel in mijn tank. Sinds de laatste update hebben ze een aantal gaatjes dichtgemaakt, maar ook nieuwe gemaakt. Wordt soms geraakt en als je nou goed kijkt, dan kun je net tussen huizen door. Ja. Zit je achter die leeuwen? Ja. Ze staan achter ons. Ja, ik zie ze. Doorrijden. What the fuck, hè? Hup, 15 jongen. Ja, daar kun je niet tegenaan knokken, man. Maar ja, ik heb aardig mijn best kunnen doen. Ik heb 1500 geschoten. Even. Met die irritante gedoe van iedere keer die trekster afschieten, dat was ook niet goed van. Elk schot gaan we tackelen. Al schieten ze van boven en nog liggen de tricks eraf. Ja. Nou ja, ik kon er ook niet meer van maken. Wat 15-5. Hollywood. Hollywood. Ja. Nee. Terug, Karas. Even kijken, een andere tank. Jezus. Even kijken, dan gaan we verder met de Jezus. Joehoe. Ik ben er klaar voor. Eens even kijken. Oké. Parken. Gal. Nou, chef, waar naartoe? Helemaal naar de kloot, hè? Ja, dat is natuurlijk maar. Langs welke weg doen we dat? Ja, ik dacht, nou, ik ga ook maar eens naar dat A, B, C, 1, 2. Oké, dat is het. Kijk, daar is. Normaal hou ik die flank dicht. 6, 7, 8. Maar we gaan altijd met z'n allen hier naartoe. Dus ik denk, nou, ik zie het al, Simca. Nou. Dat wordt met een goed potje hoor, Simca. Dat was vroeger ook al niks, Simca. Nee, was toen ook al niks, nee. Weet je toch? Ja, Simca had je 127 en 180, 132. Ja, ja. Die kringen die roest al op de polder. Ja. Ja, op de kaarten waren ze al rot. Ja, dat waren Franse autootjes op Simca. Die achterwiel helemaal schuin staan. Ja. Ja, voor het gewicht, hè, dat was dat torsiesysteem van BMW of zo. Die hadden dat vroeger ook, die 3 liters BMW, die hadden ook die wielen naar buiten staan. Als je harder ging rijden, dan trokken ze recht.
kwijtraken. Ja, maar zei dat weer? Scorpion, één klap, meteen raak. Ja, ja. Ik kom de hoek om, meteen raak. Ik zag trouwens dat, dat Gerben al vanaf 18 januari geen potje meer gespeeld heeft, dus die is aan de handen of wat? Nee, hij was er klaar mee, omdat ze zijn tank afgepakt hadden en met zijn artie was hij bezig voor die derde markering. En iedere keer als hij bij 84 weet ik veel procent nog wat was, dan kreeg hij 5, 6 slechte potten. Hij was er helemaal klaar mee. Hij zegt ik speel het niet meer. Maar wat dat betreft woord gehouden. Kon hij dat zelfs met zijn inboards niet bereiken? Nee. Ruikt die wel, hè? Ik denk dat hij dat ook de reden is dat hij die weg is, man. Bandit. Ik denk dat ze hem eruit gekocht hebben, joh. Nee, hij wou gewoon niet meer spelen, vanwege die markering en die tank die ze hem afgepakt hebben. Wat tank hebben ze hem dan afgepakt? Die WTL. Daar heb je 5-6 maanden voor gespeeld. En toen hebben ze dat omgeruild voor die grillen. Nou, dat was gewoon een walgelijke tank. Of is een walgelijke tank. Kunnen ze mij nog spotten hier? Waar? Proximity spot. Binnen 30 meter. Jongen. Ik heb 5-6 keer achter elkaar geraakt, jongen. Oh. Ze staan achter ons vandaag. Waartoe komen ze dan? Kijk, dit begrijp ik niet. Je hebt nog mensen op de vlag en toch rij je hier tanks. Ik ga links langs je, ik ga links. Ik ga blijven staan. Die is 3, die is nog in 10 minuten. Jij mist hem weer, hè? Ongelooflijk toch. Elk schot wat die gasten doen is raar. Oké, jongen. Veel met de detail, hè. Nou, BFV is er niks. Ik heb net één schot. Eén schot raak. Ja. Het is wel weer dom als de lui achterin niet meerijden. Ja, dat. Ja, en als die gasten daar inderdaad gewoon lekker staan te campen. En de tanken die kunnen er gewoon tussenin komen. Ik bedoel. Ik had er zelf ook niet op gelet hoor, moet ik eerlijk zeggen. Nou, ik zei, ja, we waren potverdomme net begonnen, man. Dan verwacht je toch geen tanker daartussenin. Maar ja, eigenlijk zou je het wel moeten verwachten. Kijk, en hij schiet een zak op. Ja, het is toch handig, jongen. Gewoon achterin. Ja, ik ben terug naar de garage. Ze hebben hem genervd gewoon, jongen. Al die geldmachines hebben ze aangepakt. Of je wordt beter. Iedereen ging daarmee spelen, wat wil je? Ja. Win je dan niet, je hebt in ieder geval altijd krediet. Maar voor de Fokkamino!
Maar ik speelde ook heel hoog en daarvoor had ik ook iets lagere FPS. Maar dat merk je dan ook meteen in je spel. Je moet gewoon met hoge FPS spelen. God, hoe zien jullie me dan? Hoe zien jullie me dan, jongen? Hoe dan? Wie spot mij dan? Wie, wat, waar? Hoe weet je dat ik hier sta, jochie? Oh, 3, 4 keer, oh, 5 keer. Hoppa, boom, 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 boom. En zeg ik, hoe dan? Er is maar eentje zichtbaar. Ja, die ALC loopt te spotten. En die achter je op de 1-2 lijn, die breekt ook door, hè, die 110. Kijk uit. Ik ga proberen die ALC daar weg te halen, want die heeft mij net gespot. Dus dan moet hij sterven aan. Nou, wat, gewoon sterven. Hij heeft me verraaien, hè. Die gast hier ook. Die heeft me net verraaien aan zijn 10 meters. Aan koffering, helemaal niks. Ze zijn alleen nog maar aan het wegrijden. En dan is dat hier. En hun zijn nog aan het wegrijden. Jongen, alles staat gewoon hier om op te schieten. En waar zijn hun nou mee bezig? Ze rijden allemaal naar de A-lijn. En ik schiet dus een keer in de modder. Dus zo terug, jongens, even drinken pakken.
in de wielen. Waren jullie al in de garage of zo? Oh, ja. Moet wel een dopje zijn horen doen natuurlijk. Gewoon al eens even wat te drinken halen. Ja, ik was even koffie pakken. Ik ben weer terug in de garage dan. Hallo. Waren jullie de wielen? Waar waren jullie nou? Jullie waren helemaal niet in mijn keuken, man. Nee, man. Nee. Ik denk, nou, ga maar kijken. Misschien zijn ze in mijn keuken. Maar een koffie aan het pikken of zo. Weet het nooit als je stel van die soldaten in je huis hebt. Nee. Oostelingen moet je maar oppassen. Ja, vooral die huurlingen, jongen. Niet normaal, die gasten. Gasten die zich na verhuren, weet je wel, voor geld. Altijd bewapend te kringen. Niet de meest kinderachtige wapens. Nee. Kijk maar eentje die ze doorsproeien. Nou, sommigen mogen die wapens nog hebben omdat ze stand-by zijn ook. Hè. Dus, we hebben er nog heel veel vergunningen voor. Hè. Even kijken, Sherman zit nog in de pot of zo? Ja, nee, die is drinken pakken. Drinken pakken? Ja, dat doet hij lekker in zijn eigen taart, hè. Is dat dan weer? Ja, jongen, je moet er niet gekker worden hier, hè. Hey. Ze staan daar te wachten, de enemy is aan het doorbreken. We moeten wegrijden en hij gaat gewoon even drinken pakken. Jongen, man. Hoe kan je nou zo'n oorlog voeren, man? Nou, ik ga even wat meer proberen aan jullie tempo te volgen, want als ik mijn tactieken gebruik nu, dan loop ik helemaal klem. Er komt geen kant op, man. Ja, dat komt gewoon omdat ik geen premium heb, hoor. Dat komt gewoon omdat ik geen premium heb. Hoe ik ga, linksom, rechtsom, midden, snijpen. Ja, je bent nou gewoon tweede klas. Ja, je bent gewoon, je moet aangepakt worden. Maar dat maakt niet uit. Ik ga gewoon kijken hoe lang ik het met die 40 aanhoud. Ook gewoon door premium te spelen. Dat is ook een uitdaging. Ook een we hebben toch nog gewonnen. Is ook een soort missie, Willy. Toch? Toch nog gewonnen. Oké. Tja. Dat is ongelooflijk. Maar dat zeg ik, de campers winnen. En de campers zijn ook altijd hoog. Zogenaamde gekleurde typetjes. Die lopen het allemaal sneaky een schotje te pakken. En jij die knok krijgt, hè? Dus. Zo ben ik weer. Hey, maar wil jij voortaan gewoon even je eigen tijd? Die stad die wordt belegerd en jij gaat gewoon even drinken halen? Wat is dat dan, man? Nou, ik had nog wat anders te doen. Oh? Ook nog. Wat, heb je nog een patatje gegeten ook of zo? Had je nou, lekker gegeten. En ons hondje had een klein boodschapje achtergelaten op het tapijt. Wat heb je gedaan? Gelijk je pootje gebroken? Nee. Of schop gegeven? Nee. Of zijn kop er even lekker erin gehaald? Nee. Ja, dat helpt wel, hè. Als je een beest in je huis gaat en je haalt zijn kop erin. En je flikkert hem even lekker naar buiten, dan doet hij dat nooit meer. De beestje is 8 weken oud. Ik kan het zomaar niet vroeg genoeg leren, jongen. Ik kan nou ook zijn poten breken, kunnen ze nog genezen. Ik zal het voorstellen aan de vrouw hier in huis. Ja. Zeg maar, ik ken iemand. Wil je eerst de koffer pakken of dacht jij daarna nog wat? Ik denk dat ik dan maar vast naast die hond zal liggen, dat ik een ja. Zoek kan je kan natuurlijk tegen haar zeggen, ik heb een kennis die kan goed met honden overweg. Ja, dat heb ik wel. Ja. Frontman. Ja. Frontman. Ja, maar ja. Zeg en de buurman, Kolkman. Zeg ja, ik heb een kennis en die is heel goed met honden. Als we hem nou van een weekje aan hem meegeven, dan doet hij het nooit meer. Ja, die hele hond niet waarschijnlijk. Ik bedoel dat je het overleeft. Jawel. Ik heb altijd beesten gehad, joh. Mijn beesten waren altijd goed verzorgd. Net mijn kinderen. Ja, maar,
Het meeste moet nog leren, dus... Ik heb net vorige week de hond laten opereren aan zijn oog. Oh, wat had hij dan? Klein bultje en daar werd een gezwelletje. Oh jee. €500. Ja. Zo. Ja, ja. Plus de medicijnen, €100. Ja, wat doe je dan? Dier laten verrekken? En bij verzekeren van dat soort dingen of niet? Het schijnt wel te kunnen, maar ik ben het niet. Ja, dan moet je het zelf betalen. Dat klopt. Maar het is een klein hondje, dat is zo groot als mijn schoen, maar het beest het scheidt aan zijn grootte. Jongen. Je moet goed voer geven. Ja, goed voer gaat, ja. Nog aardig wat volgens mij. Kijken wat er bij jullie even is. Onder die brug staat al heel... Oh, 1390. Kan niet raken. Ik had geprobeerd. Oh, oké. Okay. Wel. Erg druk in de stad, zie ik. Nou, hier is 7 donderdag, man. Nou, die 100 blaast mij gelijk uit mijn lijden. Wat je dat? Ik kan me voorstellen, die E-honden die schiet met goud. Hoe kritisch is dat? Oh, je wordt Nop genoemd, Stanley. Ja, ja. Ik weet het. Ben ik al. Super Nop. Op de 10 zat je ook alweer 30, 23 of 23, bijna. Ik had dat, ja, 23 tip-teams met bijna allemaal 5 vaardigheden. Eentje met bijna 7. Ja, precies. Nou, dan ben je gewoon Nop, hè. Ja, ja. Ja, dat is wel Nop. Dat is wel Nop. Wat ik nou daar was wel noem. Weer mis, hè? Hoe kan dat dan? Schiet hij ja. Op? Schiet 2 keer op zijn achterkant, man. Van die 2,57. Weer mis. Hoog welkom naar Hangriemen. Precies als ik kan schieten, is mijn vizier rood op die tank. You can leave now. Nou, goh, ik heb een schot. Ja, dan zal ik wel doodgaan nu.
Oh, nog meer. Nou, op Lomboy. Mis! Ah, nee. Papa, mis. Alles mis. Alles groen versier, mis. Hup, mis. En net als een kaskietenpoep, net rood, boom, ik schiet, mis. Ja. En wat een toeval allemaal. Ook net zo'n toeval als het goed in de verkiezingen weer. Ja, precies. Ja, ja, en het is zo toevallig dat het ook gewoon een potje of 8 of 10 achter elkaar gebeurt, weet je. Gewoon ja. Continu. Maar het is net zo'n momentopname, daar had je beter moeten richten. Ja. Ja, in de zaak dan. Hier, 264. Zevenhonderd. Wel assistenties nog, die maken het goed, die 1800. Die maken mijn schade goed. Nou, ik ga naar de garage. Maar mis. Want 3 keer mis in de flink van een 257. In de wielkast. Wel knap op zich. Ja, ja. Ja, dan moet je toch wel echt precies kunnen schieten om mis te kunnen gaan. Man. Nee, oké. Oh, de Artie zit er nog in. Willy zit nog in de pot. Ja, ik ga ook de resolutie even omhoog halen. Bekijk het maar. Is voor mij de map even wat groter. Wat gaan we doen? Aanbevolen of gewoon heel groot toepassen. 6000. Heb ik tenminste een grote map. Voilà. Die was van mij, Jochie. Had je nog te goed van... Een keer over moeten doen, maar hij was wel van mij. Had je nog te goed van oma Wil? Hè? Die E100. Draaide net in het schot, draaide ze de koepel opzij. Dat is mooi, boem. Zo is het. Oké, even kijken, ik pak hier 6. Dat vond het schade. Alles meer dan 300 meter. Moet je pijnen.
Ja hoor. En ik heb een schot alweer te pakken. Het is wat, hè? Nog een volop de spot daar in midden. Ja, ja. Kijk op dit. Ik ben even omgereden hoor, Sammy. Waar ga je naartoe dan? Dat voor je. Oké. Ik probeer die daar bij een cap op. Ik ben bezig met G6. Maar die andere in die greppel, die daar sta ik nu net buiten dat hun me niet kunnen spotten. Dus ik, kan... ik sta bij die greppel. Oh, jij bent daar nu. Oké. Ja, want er staat er eentje daar op die... Er staat er eentje op G6. Maar daarachter boven op die bulten staat er... Boven. Die staat dan... E4. En dan verder... F4. T28 protect. Boven. Ah ja, dat is wat precies. Ah, die low, ja. Dat ben ik. Ja, maar ja, hij heeft maar getackled. Earth today. Hij heeft maar getackled, Leuwe. Doe op. Pak hem, man. Vrij. Ah, ja. Je krijgt bezoek van twee T28'ers. Nee hoor, eentje maar.
een overwinning. Ik storm daar de hoek op. Het storm allemaal de berg op. Ik storm daar bij die steen de hoek op. F7 ga ik staan. Ik ga bij D6 de hoek op. Ja, ga ik achter jou staan. Zo is het. Ik vind het wel te veel fijn als jij die eerste plan. Ja, toch? ik timmer hem er wel in. Ja, ik heb wel zo'n hulp hoor. Ja. Het is gewoon een soort training. Kijken of ik er doorheen kom. Ja. Van de Spartaanse... Gewoon appakai, weet je. Jongen, van die snelle acties. Helemaal gek op. Hup, erin. Boem, de boem. Klaar. En eruit. Ja, of niet. Altijd goed gegaan. Ja, er zijn er wel erg veel. Ja. Staat een of ander ventje vanaf die bult te schieten. En naar u. Alleen meer. Ja, ze staan er met een heel stel vanaf die bult te schieten. Zou ik die daar langs gaan? Wordt er nou gewoon in mijn rug geschoten? Ja. Ja joh, weer vanaf de berg hè? Nou, een RU, een T10 en nog een T10. T44. Terug, er staat een T28, er staat een andere, wat doet die E75, al onze mediums. Ja, die zijn allemaal aan de andere kant, hè? Goh, jongen, je hele team staat gewoon aan de andere kant, jongen. Je ziet toch waar die enemy is, wat sta je daar nog te doen dan? Ja, ze zien ook allemaal waar de vlag is, het staat niet aan die kant. Dat bedoel ik. Waarom gaan ze dan allemaal daar staan? Dat gevecht vindt aan de andere kant plaats, man. Ja, nou wel van deze map, als je de bult verliest, dan heb je het verloren. Ah, dat is helemaal niet waar. Die berg is helemaal niet. Die flanken zijn belangrijk. Ze laten hier gewoon een rechtse flank helemaal kapot. Ja, dan ben je verloren. De hele berg is niet belangrijk, man. Nou, we zijn anders wel allebei vanaf die berg kapot. Ja, omdat er niks achter ons stond en onze mediums waren er alle niet. Alle drie. Ja. Ja, jij ook, Kevin? Ja. En u? Ja, nou, oké, nou. Garage maar weer dan, hè.
Ja, Sandy. Ja, ja, kom erin, jongen. Ja, Willy. Ach ja. Ronald! Ja? Ja? Kijk, die staat achter me. Ronald die staat aan de berg te snijpen. Papoy? Bakala na papoy. No. Papoy.
Is gedaan. Tja, 15. Dat klopt niet, maar goed. Ik heb het liever dan andersom, hoor. Ja, dat snap ik. Toch een van die twee van die smerige campers.
En voor die achterhoede. Campingbabies pakken iedere keer, jongen. Al heb ik er maar één per potje, ben ik al blij. En die achterhoede opengooien iedere keer. Heerlijk. Daar doe ik het gewoon voor. En dan nog 1500 punten. Met een premium. Helemaal goed. En op 500 assistentie. Dat is 1700 punten bij elkaar. Mooi. Dat is weer extra krediet. En goed voor de stats. ISM. De ISM. Ik heb daar nou weer van gemaakt. Creatiever zijn zou ik eigenlijk niet bij wat, hè? Meer IS kunnen ze haast niet maken. Nee, hè? Jazzy. Ik vind dat sowieso wel een beetje cynisch, IS. Ja, verboy. Jozef Stalin, denk ik dat. Machtig. Ik heb dat ook geen schade op die kringen. Wat doen ze? Ja. Maar je moet goed op dat groen letten van je versier. Ja. Maar ze gaan steeds preciezer werken bij bord, dat merk ik wel. Ook wel, dan anders dus blijft er niks over. Dat mag voor mij ook, want die lui die altijd schieten en gelijk raken, dat vind ik ook altijd zo gek. Dat heb ik altijd weer van licht. Weer een win. Yep. Hop, 30.000 winst. 36. Kijk.
17 scoren. Nou, dan moet ik vallen. 13 raak, 3 penetraties. Ja. Die IS'en kunnen best wat hebben. Deze heb ik ook nog. Dus afvallen eventueel. Veel medium. En Adi. Eentje. Ik kan hier niet tanken. Helemaal op dit niveau, snelle reload. Wat dat betreft is de M44 is een ideale arti. Het is gewoon een reload. De enige andere arti die komt er niet uit. De baby's blijven allemaal in die hoek daar achterin. Maar spotting is natuurlijk ook minder op een nacht. Net weg, hè.
is het mogelijk. Ik kan alleen zijn mitrailleur boven op de koepel zien en toch knalt hij me af. Ja, dat vind ik ook altijd zo raar. Hier, Ronald. Dan moest hij dat wel mee gedaan. Ja, dat denk ik ook. Ja, zo. Nee, bot kan alles, hè? Ja. Je kunt door muren schieten terwijl je al lang weg bent, kunnen ze je raken. Ja, je ziet alleen het dakje van de koepel en je krijgt gewoon 3 schoten. Ik heb wel het idee dat wij zulke goede gewinningen hebben, zeg maar, in Nederland. Al die oorsprongslanden met die... Ja, die krijgen allemaal voorrang. Ja, die krijgen voordeel. Ja. Ja. Dat geloof ik ook in. Nou, stel je voor dat Igor uit weet ik van ver weg is dan niet kan spelen. Hè? Ja, stel je voor. Stel je dat eens voor. Ja. Wat als Igor er een hele hoop centjes in stopt? Ja, dat deed ik, maar niet meer. Maar zonder premium, gewoon alleen premium tanken en spelen. Nou, ik heb nog wel premium altijd. Premium en team. Meer niet. Wanneer hier met die 700 punten, jongen, waarom moet je dan nou nodig naar hem? Brandt hij nog leeg ook als ik een bandbom op. Zie je? Zo voorspelbaar. Mag het gewoon niet. Nee. Ja, joh, het is zo vaak dat je die laatste tank te krijgen is gewoon niet. Ook als je 6 kills hebt. Krijg je hem niet. 5 hebben, die 6 die krijg je niet. Nee, ik had 5 kills laatst met mijn Death Star. Ik kom voor de arty, ik schiet op de arty. Dit een penetrate. Een arty, ja. Ja, met een Death Star. Ja. En jij gelooft daar? Ja, ingericht, vizier dicht, op de arty. Dit een penetrate. Dat was mijn 6e kill, er zit een struffenwagen. Voordat ik geladen ben, heeft hij 2 keer kunnen schieten. Arty weg. Dag 6e kill. Het was ook smerig van hem trouwens dat hij dat deed. Maar oké. Hier een panzer. Nou, ik zal maar deze pakken. Dan blijft hij misschien een beetje in de lauwe. Die Indian pan. Die lauwe die brengt jou ook hoog, hè? Niet. Ja, leuk, hè? Ja, ik ben er niet bang voor. Maar het brengt je wel hoog, die lauwe. Ja, dat moet ook. Jullie moeten goed oefenen. Ja hoor. Kom maar op. Moeilijk, kom maar op. Met die pot. Ah, ik had net een Indian panzer en daarvoor een panter. Dat ook wel minder, denk ik. Ik maak alleen de opmerking. Meer niet. Ja, dat snap ik hoor. De leeuwen brengt je gewoon hoog. Punt. Feit. Ja, normaal gesproken ros ik zoiets natuurlijk gelijk af, maar ja, ik zie je niet in mijn buurt. Ik moet het maar gewoon accepteren, hè. Ja. Ja, even kijken. Oh, weer een 9. Nou, het valt nog wel. Kom erg. Zal ik eens gek doen? Zal ik eens rechts gaan? Doe het op. Is dat raar? Of onder door het dorp. Onder door het dorp. Daar hebben kleine tinkjes mee. Ik heb geen zin om eroverheen. Ja. Oh, ja. Gaan over de bovenkant. Alles rijdt aan het op. Nee. Niet te grappig wat anders. In de T10 gaat het af dat hij eens eentje die heuvel te komen. Nou, dat is best wel lekker. Ja, dat gaat wel werken.
Je loopt er wel in te schulden. Was jij die hit of was ik die hit? Oh, nee, ik had wel een hit, ja. Oké. Okay. Rupsband, hè? En dan gaan ze je tikkelen, jongen. Kleuters. Ja, weer naar die. Van achteren, hoe kan dat nou? Ja, ze zijn al door de stad heen. Ze zijn al door de stad heen. Maar oké, okay, ze staan hier wel met z'n allen, maar ze doen niks. Ja, het wordt van twee kanten beschoten hier. Dat niet goed. Nee, omdat ze niet doorrijden. Nee. Nee, ze stoppen. En dan sta jij hier ook tegenover drie tanks en ze blijven allemaal achter het heuveltje hangen. Ja, mooi man. Als je met zoveel naar deze kant gaat, moet je ook doorrijden. Ah. Oké, okay. Even kijken. Dan moet je iets verder rijden dan als waar ik nu sta, zeg maar, surfen. Want als je tot kan surfen, dan word je van de overkant word je gewoon afgemaakt. Omdat daar verder niemand is die de zaak ophoudt. Nee, precies. Precies. En als je met je... Dus het kan wel, maar dan moet je, als team moet je dat zien. Ja. Allemaal domweg dezelfde kant op rijden. Juist. Als je allemaal die kant op rijdt, dan moet je ook doorpushen. Dan moet je er overheen lopen en die klappen ontvangen. En dan, ik was de enige die dat deed. En laat die klappen ophangen? Nee, doorrijden. Ik stond voorop. De rest die bleef hangen. Ik ook. En de rest achter me, dat stond allemaal stil. Ja, dan ben je er gewoon geweest. Zo makkelijk is het. Als je met 3-4 heffies door dat dal post, dan is dat helemaal niet door of veel te laat. En dan win je natuurlijk wel. Zo, weer eentje op de blacklist. Ja, heb je er weer een gevonden, man. Ja, die stond ons, die roept iedereen op een monster reporter. Die jou en mij. Oh. Dus ja, die gaat bij mij op de blacklist en ik heb hem op de post. Zo ben ik dan voor je. Ja. Eerlijk zullen we alles delen. Eerlijk zullen we alles delen. Ik sta vandaag alweer op 6 man op rapport. Dus het gaat de goede kant op. Dan maar 4 keer. Morgen is er weer een dag. Oké. Okay. Maar ik zit daar niet mee, hoor. Gooi ze gelijk op de zwarte lijst weg mee. Ja, de meeste zijn ook allemaal. En degene met die grote bekken, die hebben nog de laatste s'avonds aan. Ja, heb ik hem niet zoveel beter gedaan als ik. Even kijken. En dan gaan we weer. ISS. Ik breek het gewoon. Op. Ja.
Duitsland is ook nog erg vuil. Wacht, Nvidia. Hoort nog 4000. Resolutie. Duizend 20 staat nu. Kevin? Tom? Hallo! Kom maar hier! Kom bij! Kom bij! Ik zat er wel achter met de hamers op. Hallo Panther 2, er staat iemand achter jou om mij te schieten. Ik denk door, hè? Oh, godverdomme. Ik niet door. Ja, nee, nou inderdaad, ik wel, want ik ben al bijna weg. Ja, je kunt ook niet alles zien, hè? Wauw. Hier 6 big idiots. Oké. Nou, rapport maar weer. God. Ik heb het nou weer fout genomen. Ik sta hier gewoon te vechten midden in de stad. Dus weer een idiot. Ik sta gewoon midden in de stad te knokken. Dat was een strontkar achterin. Wat doet er in de strontwagen? Een strontwagen. Wauw, man. Ruppa. Irritante dingen. Dat is een streetwagen heet het, hè? Maar het noemt ze altijd strontwagen. Strontkar. Strontkar. Achter ons. Ja, ze hebben een klein kabloon. Wat? Jongen. Ja. Nou, kunnen we nog verliezen, ik weet het niet.
Daar ging je tankje over en die is een one shot. Ik denk niet dat we het gaan winnen. Ja, wat nu? Mijn schot. Wat nu? Deze. Ja. 10. Zo. Wat zeg je nou? Net niet gezien. En wou een 10 pakken. Wat heb je erover? Ik ben uitgezonderd van het peloton, want daar kwam niet overeen. Oh, hier 7, ook leuk. Ja, je had toch een 10, nou, dan moet je 10. Willy selecteert een 7'tje, ja. Dat doen wij toch ook? Ja, ik heb ook een 7, zeker. We hebben toch ook een 7. Een keer met het kleine spul vechten, ja. Even spaan doen. Moet ze spaan doen. Ja, het is weer klein, het is klimwol geworden. Maar je krijgt nou geen tier 8 in je groep hoor, echt niet. Nee, dat worden nu allemaal 10, dat heb maar op. Maar wij komen wel altijd met onze 8 in 10 potten. Ja, maar met je 10 kom jij nooit in een 8 pot. Nee. Als wij een 8 hebben, dan zit je wel in een 10. Nee, ik hoorde laatst ook al in chat, in willekeurige potjes, hoorde ik ook andere. 2 of 3 andere heb ik toch in een week tijd daarover horen klagen. Dat hij altijd met zijn 8 in de hogere potten kwam, maar als hij hoog speelde, dat nooit lage teers in de pot had. Dus het overkomt anderen ook, maar wie zijn dan diegenen die dat nooit hebben? Hè? Of niks nee, maar wij komen wel in potten waar dat gebeurt, dus... Ik denk dat als je met een 10 speelt, dan gewoon het eerste potje noemt. Eerste paar potjes niet. Ik denk dat botpotten zijn of zo, waar je dan tegen speelt. Ja, maar zoveel spelers daar ook last van hebben. Wie is dan degene die daar profiteert? Ja, dat is niet altijd zo. Ik denk, laten we maar eens 3 of 4 potjes spelen met die tanking. Dan zul je zien dat je meteen wel met de achter terecht komt. Dat zal de eerste keer niet zo zijn. Allemaal een paar potjes doen, dan zien we het wel. Willy heeft toch geld zat, maar maakt het niet uit. Nee, Willy. Met 15 miljoen. 15 miljoen, en stel je 40 miljoen voor de week. Ja. Ik ben de armste. Hoppen. Ik heb nog 4 miljoen. Is nou iedereen weggereden? Hey, nou, dat meen je niet. Sta ik nou alleen op de berg? Goeie auto's of wel? Ja, joh. Kijk nou. Dat als ik naar een berg toe rijd, waar normaal iedereen naartoe gaat, dat er dan niemand naartoe gaat.
En maar zeggen dat dat allemaal toeval is. Dat is normaal. Jongen. Bart. Ik zat een beetje achter me, dan wil je weer terug en dan staat er weer in je kont al. Zo irritant. Ja, daar probeer ik wel altijd voor op te passen als er achter iemand staat. En die Artie elke keer, dat is ook al de derde keer dat hij me raakt. Dat wel altijd zodanig te doen. Ze staan te keppen, hè? Ja, dat interesseert je niet. Gewoon doorscoren. Eerst een paar andere jongens opruimen, want anders kom je niet zo ver. Nou, de basis is al veroverd. Ja. Heb ik eindelijk eens een keer twee kills? En dan is het loot. Niet. Ja. Ja. We hadden ook nog een teamkiller zitten. Man, ik heb met mijn M44 meer schade soms dan met die J7. Ja, ik heb twee kills. 183 schade. Is toch belachelijk? Tja. Dan moet je niet altijd die one-shots eruit pikken. Ja, moet je zelf een keer... schade opbouwen. Nou, ik kan niet eens zien wat een one-shot is. Maar ik heb die waarde er niet bij staan. Ah, oké, okay. Jij schiet op die tank, maar dan is het net het laatste schot. Ja, dan heeft hij bijna geen schade, maar ik heb wel een killer. Ik heb met 1 HP wel een killer. Ja, dat is me ook gelukt. En toen werd ik ook meteen doodgeschoten, was in een potje met Gerrit. Ja. Ben je Gerrit dat was wel? Nee. Ik werd, er is een tank, iedereen dook op die tank, ik schiet. En ik kreeg precies 1 punt van alles wat er afgeschoten werd. Ik kreeg 1 punt. En op datzelfde moment, ja, ik had de kill. En op datzelfde moment kreeg ik 3 arties over me heen. En weet ik voor wat allemaal. En bab, 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 been weg. 1 schot, 1 punt, 1 kill. Ah, netjes. Hij telt. Ja. Hij was wel door. Oh, als ik nou gelijk heb, dan krijgen we nu misschien nog een potje van level 10 en daarna eentje met 8. Ja. We zullen het zien. Ja, van het standpunt, als het rood is, moet je misschien... Ah, dat ja, dat heb ik ook een keer gehoord.
Als hij vervelend is en hij is groen, dan schiet hij hem op, hoor. Ja, ik duik over de berg heen. Ik wil die campers uit Hulk hebben daar. Ik wil F0 schoon hebben. Ja. Ik heb besloten. F0? Ja, F0. Helemaal rechtsboven op de berg. Juist. Ja, dat doe maar weer. Je weet nog wel hoe een kaart werkt, Ronald. Oh, man. En dat is maar één hart, dat is mooi. Als ik vanaf de zijkant wil leggen. Als ik met een hart hier ben, dan zorg ik wel dat ik die altijd kan raken. Daar hebben we de eerste spot al weer. Onze spotters zijn dan altijd net op ergens anders. En je ziet het weer gebeuren, hè? Altijd gaan hier tanks, hele bergen naartoe. Kuddes gaan hier naartoe. Waar gaan er naartoe? Vier tanks. Maar oké. Okay. Wil je lekker snijpen hierboven? Sneaky barsters hier, hoeveel zitten er hier al? Kijk eens even. Nee, je moet er maar niet eentje zien, de rest staat achter. Ja, maar ik spot ook alleen, ik ben er niet in gereden. Ik heb wel schoon over. Oh, wow. Twee keer achter elkaar dat we in een compleet 10 potje zitten. Waarom zie ik nou nooit wat? En ja, wel. Anderen altijd. Omdat er niet gespot wordt. Er wordt niet gespot, nee. Nee, je dat mag ik dan zelf doen. Je mediums staan achter je, achter op de hoek. Op H0 staan alle mediums. Daar spotten, dat mag ik dan zelf doen, met de IRC. Ja, jij bent nu aan het spotten voor de mediums. En die staan hun zakken vol te snijpen. Fijn team. Ja. Zo, dat is het tegenwoordig, hè? Mediums achterin, en heb je voor en ik klappen vangen en dood. De gehang in die hoek, daar wordt ook niks, wat is ook niet beter van.
En weer de Artie. Als die Artie mij dan nog één keer schiet, dan ga ik over die heuvel en dan bekijken ze het maar. Ik geloof dat wij ook Artie hebben, maar ik kan hem niet zien. Ja, wel. Ik ga naar de garage. J1. Ja, maar goed, waarom krijg ik nou van hun Artie 5 shells op mijn dak of 6? En onze Artie die doet niks, terwijl ik daar sta te spotten eigenlijk. Wel, maar hij kan waarschijnlijk hem niet zien. Dan moet hij eerst dichterbij komen staan, die lachbol. Wij een beetje dichterbij. Zo ongeveer dat hij kan schieten. We gaan wel terug naar 8, jongens. Dit werkt niet. Terug naar 8, zei je? Ja, hoor. Dan kan ik mijn punt als niet meer maken. Als je solo speelt, kom je in een heel ander type. Nou, dan moet je 10 nemen. Nee, dan kom je in een ander type spel dan dat je in peloton 10 speelt. Dat werkt zo niet. Ja, dan gaan we maar weer naar dat over. Yes, yes, was. Willekeurig. Oh lord. En het slag.
Hoe kan er in vredesnaam een T10 er zo snel achter komen? De 32 van ons die staat er heerlijk achter af te wachten. Oelala, da, papoy. No. Iedereen is meteen paraat. Jij steekt ergens over. De Artie weet je te raken. Een andere tank staat er. Hup, hij staat er gewoon op te wachten. Alles klaar. Dag, kom maar zo.